In de gemeenteraad is er gesproken over de regulering van wietteelt. Klopt. We hebben de vraag, naar aanleiding van de vraag van D66, een van de vorige raadsvergaderingen, hebben een debat gevoerd over of we regulering wietteelt of stiel verstandig vinden. Ik heb daar in die vorige raad ook mijn eigen standpunt als bestuursorgaan burgemeester over gegeven. Wat is dat standpunt? Dat ik daar een groot voorstander voor ben. Ik kan zo de argumenten nog wel even noemen als u dat wilt. Maar en ik wilde graag toetsen bij de raad of dat standpunt door de meerderheid van de raad gedeeld zou worden. U had dat niet hoeven doen. Toch hebt u dat gedaan. Waarom? Nou ja, wat ik belangrijk vind, als ik zelf bijvoorbeeld het manifest ga ondertekenen van gemeenten die er sterk voor zijn en bij de minister ga aandringen op, om pilots en gereguleerde teelt toe te gaan staan, ja, wil ik me daar hard voor maken als bestuursorgaan burgemeester, zou ik daar ook vanuit mijn verantwoordelijkheid zelf me daarvoor in kunnen zetten. Maar ik vind het wel belangrijk om te weten of daar ook politiek draagvlak voor is. Wat zijn die voordelen? Ja, kijk, het belangrijkste probleem van de huidige situatie is dat we een hele erge vermenging van onder- en bovenwereld hebben. Omdat de verkoop gedoogd wordt, maar de inkoop is illegaal. Dat is natuurlijk een hele zotte situatie. Ik noem al de vergelijking met dat je bier bij Albert Heijn mag kopen, maar de brouwerijen moeten dicht. Nou ja, dat veroorzaakt heel veel criminaliteit. Dat veroorzaakt ook dat er totaal geen controle is op de productie van wiet. Dat maakt ook dat wiet van redelijk onschuldig product in de jaren 60 verworden is tot een product waar van alles mee mis is. Als het gaat over bestrijdingsmiddelen, als het gaat over THC-gehalte, dus de sterkte van de drugs, et cetera. Althans, we hebben er geen controle op. We mogen aannemen dat de coffeeshops daar natuurlijk wel controle op doen naar hun klanten toe. Maar ja, we weten het niet. En daarom zijn we er heel sterk voorstander van, en de coffeeshophouders zijn dat overigens zelf ook, om die teelt te gaan reguleren. Dat is juist vanuit de veiligheid van onze inwoners van belang. Want er spelen een aantal problemen als het gaat over veiligheid. Eén is de gezondheid van de gebruikers. En twee is de veiligheid in de stad, omdat heel veel branden gerelateerd zijn aan hennepteelt. En er heel veel zware criminaliteit in die vermenging onder- en bovenwereld zit. En dat moet je gewoon niet willen, omdat er ook heel veel politie- en OM-capaciteit naartoe gaat, die ik veel liever voor andere zaken inzet. Dat manifest, de juridische lading daarvan, wat is dat? De lading daarvan is eigenlijk dat we een oproep doen als burgemeesters naar de minister om de keten van de wietteelt te gaan reguleren. Het gebeurt nu ook al in een aantal landen, zelfs in een aantal staten in de Verenigde Staten. Wij liepen voorheen voorop met ons softdrugsbeleid en nu dreigen we eigenlijk de achterhoede te gaan vormen. En om die regulering in de keten te gaan toestaan via een ontheffingssysteem. Daar ligt ook een ontwerp wetsvoorstel voor van twee Kamerleden. En ja, dat maakt dat je die hele keten kunt controleren en dat je alles wat niet in die keten zit, dat je dat ook keihard kunt aanpakken. De argumenten zijn genoemd veiligheid in woonwijken. Mevrouw Derks had het erover. En op industrieterreinen, de elektriciteitsbedrijven. En de keten is duidelijk op het moment dat je legaliseert. Je weet waar het geteeld wordt, je weet naar welke coffeeshops het gaat en daar heb je gewoon toezicht op. Je hebt dat inzichtelijk en het is geen mistig en schimmig circuit meer, zoals het nu wel is. Wat de PvdA betreft gaan we dus een actievere rol spelen hierin en ondertekenen in ieder geval het manifest Joint Regulation. En wat ons betreft zijn we ook actiever naar Den Haag toe, dit in de gaten houden en als er mogelijkheid komt, moeten we dit gaan regelen in onze gemeente. Mark Smits van de VVD, jij was tegen als het gaat over de regulering van de wietteelt. Ja, dat klopt. Ik ben daar tegen. We hebben vanavond in de Raad een hele discussie gehouden over het reguleren van wietteelt. Nou, waarom ben ik tegen? Omdat het eigenlijk feitelijk niets oplost. 80% van de wietteelt die hier plaatsvindt, vertrekt naar het buitenland. Dus 20% wat geteeld wordt in Nederland, gaat naar onze eigen coffeeshops. Dus het betekent eigenlijk dat de criminaliteit op dat gebied gewoon gehandhaafd blijft. Dus wat men wil bereiken, dat gebeurt niet door de regulering? Precies. Ja, ze bereiken dus niet wat ze willen. En daarnaast is het ook nog eens illegaal volgens internationale verdragen. Er is uit onderzoek gebleken van de universiteit uit Nijmegen, ja, dat het gewoon juridisch gezien niet mogelijk is. Toch is er lang over gesproken, hè, in de gemeenteraad. Vond je dat onzin? Nou, ik vind het geen onzin. Het is belangrijk om hier goed over te praten en de voor's en tegen's goed aan elkaar af te wegen. Maar
uiteindelijk vond ik de discussie wel te lang. Ik had liever gezien dat de voorzitter de discussie wat verkortte. Want op een gegeven moment waren al alle voor's en tegens aan elkaar uitgewisseld en vielen we in herhaling. Nou, er waren veel deskundigen in de raad. Ja, precies. Nou, iedereen had zich wel mooi en goed voorbereid. Dus dat is wel, was wel een leuke discussie. We kregen echt een discussie op inhoud. En dat was wel heel mooi om te zien. Uiteindelijk is de Tielse raad voor. Ja, klopt. De meerderheid was voor het reguleren van wietilt. Ja, dat betreur ik zeer natuurlijk. En ik ben ook heel benieuwd hoe dit in uitvoering gaat krijgen. Want de hoofdcommissaris van de politie heeft ook aangegeven van joh, stel dat er nou een tuintje komt ergens, hoe gaan we dat beveiligen? Want het blijkt gewoon in de praktijk dat heel veel criminelen daarop afkomen. En dat daar heel veel zorg en aandacht nodig is om het gebied te beveiligen. Dus ik ben heel benieuwd naar de uitvoering. En het is natuurlijk nog niet zo ver. Ik bedoel, het gaat om een manifest. Hè? Dat wil zoiets zeggen van wij zijn het ermee eens en meer is het niet. Dus juridische lading valt allemaal nog wel mee. Ja, die valt nog wel mee. Maar de intentie is wel uitgesproken. En daar wek je denk ik ook wel een verwachting mee. En ik had liever gezien dat we die verwachting niet hadden uitgesproken. In de raadsvergadering van 22 april is er gesproken over verschillende onderwerpen dat bij uw portefeuille past. Klopt, er is gesproken over de portefeuille onderwijs, met name leerlingenvervoer. En er is ook gesproken over het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Inkoop- en aanbestedingsbeleid, wat houdt dat in? Nou, dat gaat over alle producten, diensten, wat de gemeente koopt als het ware, met de beschikbare middelen die ze ieder jaar krijgt van de raad. En daar is veel geld mee gemoeid. Waar praten we dan over concreet? Alles wat de gemeente koopt, of dus WMO-voorzieningen, alles. Met name is er gesproken over het mandaat dat de raad zou kunnen geven aan het college. Het vorige inkoop- en aanbestedingsbeleid is door de raad zelf vastgesteld. De accountant maakte daar een opmerking op dat wellicht niet verstandig zou zijn, omdat daarmee iedere afwijking ook meteen tot een onrechtmatigheid zou leiden. Daar hebben we nu ook wat ervaring mee opgedaan. Het blijkt ook gewoon in de praktijk op een aantal fronten niet te werken. Dat... Welke ervaringen waren dat? Dat je snel moet handelen. Bijvoorbeeld bij woonwagenzaken of dat er gewoon actie vereist is. En dat dan dat echt knellend is en dat je daar gemotiveerd van af kunt wijken. De wethouder tevreden over hoe de raad beslist heeft? Ja, klopt. Er is wel nieuw beleid in aantocht. Daar heeft de raad ook haar wensen en bedenkingen tegen kunnen uiten. Er is nogal breed draagvlak voor het fors inzetten van social return bij inkoop en aanbesteding. Ook op de gebieden van duurzaamheid en het versterken van lokaal en regionaal bedrijfsleven. Dus dat zit er allemaal in. Dus daarmee hebben we ook een mooi pakket om aan de slag te gaan. Het leerlingenvervoer wordt voortaan anders geregeld. Hoe precies? Het leerlingenvervoer werd eerder door de gemeente geregeld. Het contract met de huidige leveranciers liep af. En de keuze was vanavond, gaan we dat Europees aanbesteden of laten we de keuze bij de ouders en gaan we het regelen met een vervoersbudget. En wat is het geworden? Nou, gelukkig is het geworden dat de ouders nu zelf de keuze hebben met welke vervoer ze hun kind naar school laten brengen. Het gaat om kinderen met een beperking. En er is vanavond gekozen voor een vervoersbudget. En de gedachte erachter is dat natuurlijk die ouders zelf weten wat het beste is voor zijn of haar kind. Ja, ouders weten zelf het beste wat past bij hun kind. En daarnaast werd hun betoog ook nog eens een keer ondersteund door de cliëntenraad, door de belangenorganisatie PGB. En ook nog eens een keer door de vervoerders die het heel graag op die manier zouden willen regelen. Er waren ook een aantal kritische noten in de zin van ouders die niet goed met geld om zouden kunnen gaan. Ja, hoe gaan we dat afdekken? Wat vond jij van die discussie? Nou ja, je hebt natuurlijk altijd mensen voor wie het moeilijk is. Er zit altijd een groep bij voor wie dat lastig is. En dat betekent dat je dat goed moet regelen. Maar er waren een aantal ouders vanavond aanwezig in de raadzaal. En die hebben aangeboden om dat ook voor die ouders op te pakken. Daarnaast zijn er allerlei vervoerscollectieven, zeg maar. Of oudercollectieven. Die dat soort dingen ook zouden kunnen oppakken. Dus voor de mensen voor wie dat moeilijk is, is er altijd wel een oplossing.
Ik heb u een week geleden over aangesproken, zoals u weet. U gaf aan in het gesprek dat u daar de volle aandacht aan zou geven, in combinatie met natuurlijk de aanpak vanuit het Veiligheidshuis. Onze vraag is van: hoe is de huidige stand van zaken? Hebben we het probleem goed in beeld en hebben we een effectieve aanpak? Wat mij betreft mag dat uiteraard beknopt even gezien het tijdstip. Maar wel geïnteresseerd hoe we ervoor staan op dat vlak. Want er is wel veel onrust, zeg maar, in de stad over dit fenomeen. Ik probeer even dat heel snel doorheen te lopen. Als je kijkt naar het aantal geweldsincidenten van het eerste kwartaal, ligt dat gek genoeg lager dan vorig jaar. Alleen wat zorgelijk is, of een aandachtspunt, is dat het aantal straatroven hoger ligt dan vorig jaar. En daar doelt u natuurlijk met name ook op. Die zijn die geweldsincidenten met nog gewelddadig karakter vinden vooral plaats in het weekend. Het is zo dat de politie op het moment daar bovenop zit. Dit wordt ook besproken natuurlijk in het politieoverleg met mij. De politie is ook onderzoek bezig naar die straatroven. Dat is ook op in het programma, Bureau Gelderland heet dat. De opsporing verzocht van de Omroep Gelderland is dat ook geweest. De politie heeft ook zicht op mogelijke daders. Dus er zitten wel ontwikkelingen in. En met name de hinderlijke centrumgroep leden daarvan zijn hier in beeld. Het Veilige Wijkteam is natuurlijk intensief mee bezig. En ook het JPT-team, het jeugdpreventieteam van de politie. En onze toezichthouders van de AVRI. En als het gaat dus over de daders die in beeld zijn, wordt natuurlijk een strafrechtelijk traject gelopen. Er wordt ook gekeken of we bestuurlijk maatregelen kunnen nemen. Ik heb ook al een keer eerder een gebiedsverbod opgelegd op grond van de APV. En kijken of dat nog aanvullend nodig is. En tot slot is het zo dat we binnen het meerjarenprogramma Veiligheid natuurlijk hebben afgesproken in het uitvoeringsplan, om ook met het plan van aanpak voor, als het gaat over geweld te komen. Een van de prioriteiten. En dat komt dus in het tweede kwartaal, dus daar gaan we ook snel mee aan de slag. Het heeft natuurlijk nu nog meer prioriteit gekregen. Tijdens de rondvragen is er ook ingegaan op het geweld in Tiel, met name in het weekend, de straatroven. Klopt, dat is natuurlijk een belangrijk aandachtspunt. Het aantal geweldsincidenten is niet heel erg toegenomen het eerste kwartaal ten opzichte van vorig jaar. Maar wel een aantal ernstige incidenten, straatroven. Nou, daar moeten we natuurlijk bovenop zitten, dat doen we ook. Intensieve overleg met de politie daarover gehad. Die steken daar nu extra opsporingscapaciteit ook in. We hebben nogal last van de hinderlijke groep in het centrum. We hebben ook Wat is dat voor een groep? Nou ja, een aantal jongens die overlast veroorzaken in het centrum. Die volgens de systematiek die we hebben als een hinderlijke groep gekenmerkt wordt. Daar zitten we bovenop. Het Veilige Wijkteam zit daar bovenop. De partners die daarin zitten. En de politie heeft ook een aantal daders als het gaat om deze incidenten op het oog. Dus we proberen zo snel mogelijk daarop door te pakken, strafrechtelijk. En voor het overige zoveel mogelijk via korte lijnen met elkaar te zorgen dat dit niet meer voorkomt.